Door de financiële crisis is het vertrouwen in de bankenwereld geschaad. Ik las laatst een artikel over het vertrouwen van de Nederlandse samenleving in de verschillende beroepen. En wie staat daar op nummer 1? Dat was de brandweerman. En de bankier samen met de verzekeraar stond op de één na laatste plek. Ja, de financiële sector is natuurlijk zo belangrijk voor Nederland dat dat vertrouwen heel snel terug moet komen. Het is essentieel. De banken, het financiële stelsel, is de ademolie van de Nederlandse economie. We leven dus in een tijd waarin de banken hard moeten werken om dat vertrouwen weer terug te winnen. Maar hoe moet dat? Waar moet een bank in deze tijd aan voldoen? Ik denk dat je kunt zeggen dat banken in Nederland, en dat begint niet vandaag, maar dat is al meteen na de crisis begonnen, echt de lessen van de crisis hebben begrepen en trekken en proberen op een nieuwe manier te bankieren door de klant centraal te stellen, door risico's beter te beheersen. Als bankier denk ik dat het heel belangrijk is dat je betrouwbaar bent. Dat je geen verborgen agenda hebt en dat je de producten die je verkoopt niet alleen zelf begrijpt, maar ook kan uitleggen aan je omgeving. En ik moet dan soms wel eens denken aan de kruidenier die zijn winkel vol had met allemaal mooie spullen. Kon direct leveren, had ook in huis wat de klant wilde hebben. En ik denk dat we daar kon dus heel snel schakelen met de klant. En ik denk dat we daar als bank ook naartoe moeten. Die klant staat centraal, korte lijnen, snelle dienstverlening. En als we iets niet hebben of iets past niet bij de klant, dat we hem dat ook eerlijk vertellen. En van daaruit verder gaan denken hoe we hem wel kunnen helpen. Medewerkers horen trots te zijn op hun bedrijf. Dat is ongelooflijk belangrijk. En ik hoop echt dat we een nieuwe cultuur krijgen wanneer we teruggaan naar de roots van de bank. Het bedienen van je klant. Dat geeft lol aan het werken voor een bank. En dat daardoor weer de trots zich herstelt en ook Nederland weer op een andere manier zijn banken gaat zien. Nou, wat wij altijd zeggen is dat we als Rabobank midden in de samenleving staan. Dat we weten wat er speelt. En ik denk, als we dat echt waar kunnen maken, dat het heel erg bij ons als bank past om die rol op te pakken. Dat andere banken zich wat sterker zullen focussen op primair hun rol als financieel dienstverlener. En dat het de Rabobank van nature past om verder te gaan. Om ook echt die rol in de samenleving op te willen pakken. Wij hebben heel goed geanalyseerd wat goed gegaan is en slecht gegaan is. En we hebben heel goed geanalyseerd wat de komende jaren nodig is. En daar pas je de samenstelling van een team op aan. U heeft gezien dat we al heel veel benoemingen hebben gedaan. 4 benoemingen. En nu zochten we een voorzitter. Maar waar moet een leider in deze tijd aan voldoen? En wat voor profiel past het beste bij de job? Je hebt nu leiderschap nodig, wat weer primair gefocust is op de stakeholders, de klant en de eigen medewerkers. En iets minder op de stakeholder, de aandeelhouder. Rabobank is daarin sneller op die koers gegaan, ook vanuit de historie, vanuit zijn coöperatie, dan de andere banken. We hebben denk ik nu bij de banken ook mensen nodig die, ook aan de top van banken, die uit willen dragen wat de ambities zijn van de bank als onderneming, maar ook wat de bijdrage van de bank is aan de maatschappij. Intellectuele integriteit. Heel erg belangrijk als je op zoek bent naar herstel van vertrouwen. De Rabo is een hele grote, hele complexe organisatie. Dus daar hoort een topteam bij van mensen die complexiteit kunnen overzien, maar die ook een integriteit hebben, zelf ook in hun doen en laten, die past bij de uitdaging, het herstel van het vertrouwen. En dat vonden wij belangrijker dan heel veel ervaring als bankier. Ser voorzitter, Wiebe Draaier is voorgedragen als nieuwe baas van de Rabobank. Wiebe Draaier, de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank, is een veelzijdige man. Een man zonder financiële achtergrond, maar met ruime ervaring als bestuurder en verandermanager. Die als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de Nederlandse regering en het parlement adviseerde over het te voeren sociaal-economisch beleid. Waarom is Wiebe Draaier de man voor de Rabobank? Hij is razendsnel, maar het is ook een van de weinige mensen die zowel een heel hoog IQ als EQ heeft. Dat is het unieke van Wiebe. En die twee eigenschappen, die zal je bij, met de uitdagingen die onze mooie bank heeft, die heb je alle twee nodig. De eerste reactie was, ja, Ser kan je niet missen.
Je bent nog maar 2 jaar bezig, nog ineens 2 jaar bezig. En het tweede, wat doe je het voor? Waarom doe je dit? Wat voor risico's neem je nu niet? En ik heb natuurlijk ook tegen hem gezegd dat ik het wel heel belangrijk vind dat iemand als Wiebe Draaier de Rabo gaat leiden. Ja, en daar is hij natuurlijk uitdrukkelijk geschikt voor. Ik denk dat, dat we met Wiebe Draaier een hele breed georiënteerde, inspirerende leider in huis halen. Die weet wat er in de maatschappij speelt, maar ook heel veel verschillende organisaties kent. En ik denk dat dat zeker helpt om ons als Rabobank klaar te maken voor die nieuwe tijd. Nou, het is een kans voor Wiebe om een organisatie als deze aan te sturen, zonder dat hij die ervaring werkelijk heeft. De vraag is of je altijd ervaring nodig hebt om een rol goed te kunnen vervullen. Ik denk dat je moet kijken naar competenties en ervaring uit het verleden die aansluiten op de rol. Maar je hoeft niet per definitie de rol vervuld te hebben. De vraag is, kan je het? En durf je de uitdaging aan? Nou, er is één ding dat ik Wiebe kan garanderen, is dat hij zich geen seconde zal gaan vervelen. Dit is een fantastische uitdaging, maar hij heeft het privilege dat hij kan werken met 60.000 fantastische medewerkers.